We gaan beginnen met de geboden. De 10 geboden die kennen we vanuit het Jodendom en het Christendom. Maar je hebt nu ook de 11 geboden. En ze gelden voor iedereen bij FC Twente. Vooral natuurlijk voor de supporters. Nou ja, denk dan het houden aan regels. Het lijkt zo simpel. Koen Brinkman van Twente Verenigd. Zeg maar de overkoepelende supportersverenigingen. De 11 geboden, noem ze maar eens even. Ja, dat had je me net ook gevraagd. Doe me dat niet aan. Nee, ik doe het je ook niet aan. Maar ze staan hier op. Allemaal mooi onder elkaar. Ze zijn ook eigenlijk te lang om ze zomaar misschien op te noemen. Want als je er gewoon de 10 geboden hebt, dan... gij zult niet stelen. Dat zijn gewoon die korte zinnetjes. Dit zijn wat langere. Maar noem eens iets. Nou, het zijn vooral de kernwaarden van ons. En het gaat vooral over hoe ga je met elkaar om? Waar kom je vandaan? Waar willen we naartoe met de club? Hoe ligt de beslissingsbevoegdheid? Gewoon een paar regels waar denk ik een club als FC Twente vaak mee te maken krijgt. En denk van ja, jongens, het moet toch wel in die lijn liggen. Ja, maar ik denk dan, waarom moet je dat nou vastleggen? Dat is toch gewoon logisch? Dat was in 2012 ook logisch. Hè? Er waren ook heel veel dingen logisch. En toen is er toch wel heel veel misgegaan. En dat zal met de beste bedoeling geweest zijn. En in die tijd kwamen er 14 grondleggers van Twente Verenigd bij elkaar. En die zagen de club in nood en die zijn een studie gaan doen bij andere clubs in Europa. En die kwamen dit soort regels ook tegen. Het is maar niet nieuw. Heb je het dan over de supporters of heb je het dan juist over de leiding? Dit is echt uit de supporters. Dit zijn de 14 grondleggers van Twente Verenigd. En jawel, maar dat het misgaat en dat je die regels nodig hebt. Oké, nee, dat kwam dan, dat moeten we toch bij de leiding neerzetten. Ja. Maar de supporters hebben hier wel de regie genomen van mensen, wees zuinig met onze club, beleidsmakers, en hanteer deze regels. En die regels die komen uit Europa. Ja, want het leuke is nu eigenlijk dat dit ook geldt voor iedereen. Hè? Dus inderdaad, absoluut. Niet alleen voor leiding, niet alleen voor supporters, maar iedereen die ook maar iets met FC Twente te maken heeft, moet zich hieraan houden. Het komt in de sponsorcontracten, het komt in de arbeidscontracten, de topscorer heeft ermee te maken, de mensen die schoonmaken heeft ermee te maken en de sponsors ook. Maar als je dan je beoordelingsgesprek hebt, dan wordt er gezegd, nou, noem ze maar eens even. Dat lijkt me leuk. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Dus even goed studeren dan. Maar wat vind je de belangrijkste? Nou, ik ben zelf van, dat heb ik wel geleerd, van nummer 6 ben ik echt gesignaleerd. Nummer 6, even kijken. Onze passie voor voetbal van FC Twente en onze trots op onze regio en historie verenigt ons. En daar staat een heel verhaal achter. Ja. Maar gewoon het besef hebben, wie zijn wij, waar komen we vandaan. En we zijn trots op wie we zijn, ondanks alles. En wat bindt ons. En dat is de club en dat is wat we beleven. Eén keer in de twee weken in het stadion. Daar zijn we heel trots op. En dat verbindt ons en daarom komen we samen in het mooie stadion. En is het ook een beetje omdat de prestaties wat tegengevallen zijn de afgelopen tijd, dat je moet denken, we moeten er weer positief in staan met z'n allen? We moeten er zeker positief in staan, zeker, want sommige mensen zijn veel negatief, maar er gebeuren zoveel mooie dingen. Dat dit initiatief door supporters omarmd is door de leiding, is gewoon iets heel moois. En daarmee is ook een echt goed signaal dat de club echt springlevend is. Het is een heel mooi bordje. Het is natuurlijk het logo van FC Twente en het staat er allemaal op. Kun je dit nu kopen bij de fanshop of zo? Of hangt dit overal? Dit wordt binnenkort wordt het voor het eerst opgehangen op het trainingscomplex. En daarna zal het ook het stadion volgen. En wie weet breng je de merchandising op een idee om het ook te gaan verkopen in de shop. Oké, nou, dat is wel grappig. En op toilet hangen of zo? Misschien dat je dan, als je dan op toilet zit, dat je een beetje kunt gaan lezen. Die instructies staan er niet op. Het is wel een idee misschien. Wie weet, maar ik denk niet dat het daar nodig is. Ik denk dat het belangrijk is dat aan de tafels dat dit zo geregeld wordt. En dat dit het achterhoofd blijft. Ik kan me voorstellen, een cadeautje in de decembermaand. Er zijn veel supporters die hier trots op zijn en die dit echt wel ergens willen zien hangen. Even terug naar waar het idee vandaan komt. Dus buitenlandse clubs, die kennen dit dus al. Die kennen dit principe. Schalke, goed voorbeeld. Goed bevriend met de club, bestaat ook al wat langer, 100 jaar, de ledenvereniging eromheen, die hanteert deze regels. Maar waar je dan ook komt, daar zie je het hangen? Die bekend is, ja. Je ziet het niet op elke muur hangen, maar je ziet het wel in de hal. Maar de clubs hier in Nederland verder niet? Zijn jullie de eerste? Wij zijn de eerste, niet alleen met dit, maar we zijn sowieso als eerste in Nederland met een ledenvereniging van de betaalde voetbalclubs. Mm-hmm. En dat is echt een unieke prestatie. En daar moeten we trots op zijn dat we dat gedaan hebben. Hoe zijn de reacties? Nou, afgelopen maandag hebben we de eerste vergadering gehad, ledenvergadering hebben we het gepresenteerd. En men kijkt er wat wollig tegenaan, misschien kernwaarden, maar het is wel de basisgedachte waarvan elke beslissing, die moet toch wel in lijn liggen daarvan. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, ik heb helemaal geen zin in een bepaalde druk. Ik wil gewoon zijn wie ik ben en als ik niet in dat rode shirt wil of niet dat logo op mijn borst wil dragen, ik wil gewoon er naartoe, gewoon zoals ik ben. Maar dat kan ook. Ik bedoel, we hoeven niet in een voetbalshirt op het stadion te zitten, maar dat gaat voor de spelers. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel tukkers die het lezen,
En die eigenlijk gewoon knikken. Die zeggen, ja, is prima. Ja, maar dit is al zo, denken ze misschien ook wel. Dat denk ik, ja. Maar hou het eens vol. En het gaat voornamelijk ook van, zorg eens voor de jeugd. Want daar staat er ook in. Beleidsmakers, blijf investeren in de jeugd. En wie beslist er nou? En hoe gaan die beslissingen? En hou je daar maar eens aan vast. En als je dat heel veel jaren doet, dan komt het heel mooi goed met deze mooie club. Eigenlijk is dit gewoon iets om weer positief over FC Twente te gaan denken. U hebt helemaal gelijk. Nou, daar hou ik het al graag bij. Dank je wel. Goed. Het is wel een kleine druk, hè? Het is een kleine druk, het zijn kleine lettertjes. Ja. Wij gaan van de XL-versie. De XXXXL-versie, ja, zouden we dat kunnen. Ja, 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 ja. Dat verhaal van net.